Zo, de politie is gearriveerd. Zo, de politie is gearriveerd op de plek waar er geprotesteerd wordt door een deel van de bewoners van Sipaliwini. Ze protesteren tegen de aanwezigheid van een houtkapbedrijf in hun woongebied. En ze bezetten nu de weg, ze houden nu de weg bezet waarop houtblokken vervoerd worden. En deze weg loopt dwars door hun woon- en leefgebied, hebben ze aangegeven. Dus vandaar dat ze hebben geprotesteerd vandaag. De truckchauffeur en zijn supervisor en nog een werknemer uit het een werknemer zijn aangedeerd. Ondertussen worden de barricades verwijderd. Verwijderd of nee, ze zijn niet verwijderd. Goed. Oké, de mensen gaan demonstratief voor de trekken staan. Zo, het gaat om de Samaka, die protesteren tegen de aanwezigheid van een houtkapbedrijf in hun woongebied. Dit is hun gebied, benadrukken ze. En ze willen en grondenrechten, ze willen dat die erkend worden en dat het vonnis uitgevoerd wordt om hun grondenrechten te erkennen. De mensen zijn totaal niet geïntimideerd door de aanwezigheid van de politie. Pas op, pas op. De barricades laten de mensen liggen. Maar ze verplaatsen zich weer. Waar gaan ze nou?
Heer Dams, problemen? Oh, weet u waar ze nu naartoe gaan? Ze gaan naar het commissariat. Ze gaan die petitie indienen, heb ik begrepen. Oké, en u gaat daar ook voor de orde zorgen? Ja, ja. Ondertussen gaan ze die barricades laten liggen? Dat de barricade opengemaakt wordt. Maar het gaat allemaal eigen weg. Dit is geen weg van de overheid. Dat was agent Dams, die de orde handhaaft. Laten we vertrekken. We komen zo meteen bij u terug. Misschien als internet het blijft doen. Zijn we er weer? Het protest heeft zich verplaatst naar het districtscommissariaat. En daar gaat er een petitie ingediend worden. Afgegeven worden aan DC. Aan de DC. De DC komt aangelopen. Ze zijn nog bezig hun hart aan het luchten over de situatie. En de situatie is dat zij protesteren tegen de aanwezigheid van een houtkapbedrijf die actief is in hun woongebieden. In hun woon- en leefgebieden. Er worden instructies gegeven over hoe en waar te staan. Ja, maar het leek net niet zo druk.
Oké, de petitie wordt zo meteen voorgelezen. In Bakatongo. Oh, in het Nederlands. Aan de president van de Republiek Suriname, Zijn Excellentie Chandrika Prasad Santokhi. Zijn Excellentie, indachtig de grondwet van de Republiek Suriname, artikel 22, wordt deze formele klacht en petitie ingediend voor de vereniging van de Samaka Gemeenschap. De grondslag voor deze klacht is te herleiden naar artikel 41 van de wet Bosbeheer van 1992. Sorry. Wij vragen u dringende aandacht voor de volgende zaken. Al meer dan 250 jaar hebben wij, het Samaka-volk van Suriname, bijna 1,4 miljoen hectare van de Amazone regenwoud bewoond en behouden. Als Afro-afstammelingen hebben wij een nauwe culturele en spirituele band met het bos. En daarom is ons bestaan afhankelijk van een rustig gebruik van gezonde bossen, rivieren en kreken. Sinds de jaren 60 wordt dit mensenrecht van ons voortdurend geschonden voor de massale ontheming en illegale bezetting van ons woongebied door houtkap en mijnbouw multinationals die door het overheidsbeleid mogelijk zijn gemaakt. Ik oskipi petitie aginota kai zijn excellentie president Uyukonde Chandrika Prasad. Nou, mogelijk ik 250 jaar opnieuw niet bij Matwa Kika. Nou, bijna. Bijna 1,4 miljoen hectare op die Matufuka, Utalati. Nou, Utahakisi, bij Adao Andag, Dai Pisiaki. Bij Hebu, de probleem, de Wabi, bij Tue, Yesi Haika, en die Wabi Utaki. In 2007 oordeelde het Inter-Amerikaans Hof voor Grondrechten van Mens in ons voordeel en droeg dit hof de regering van Suriname op om de houtkap- en mijnbouwconcessies binnen ons grondgebied stop te zetten. Ons grondgebied af te bakenen en onze collectieve eigendomsrechten over ons woongebieden juridisch te erkennen. In 2007 galant die van Amerika. Pikisana Lanti, Takta, Demusu Erken Beletifu. Het is inmiddels 17 jaar geleden sinds deze afspraak en de regering van Suriname heeft deze uitspraak nog niet volledig nageleefd.
Integendeel worden onze mensenrechten nog steeds geschonden en de vernietiging van onze bos is zeer snel toegenomen. 17 jaar pasaka, galant die aan de zonnekeet. Nou, dat wacht je niet. Maar wie zit van de en zei toch geen detakabai maar te voeren, zo heet die. Anango dood, zonder de douwiletiku, detakabai maar te voeren, zo heet die. Uit bosmonitoringsgegevens van Global Forest Watch en de Europese Commissie blijkt dat het jaarlijks bosverlies in het Salmakka-gebied sinds 2007 vier keer is toegenomen. Adesota, bijna, if you matu dit beta poe, no, adeya, adepa sa aki, no, bijna, papa si, mo, hiya, de poe. Sinds maart 2023 zijn we opnieuw begonnen met de strijd om onze rechten, ons bos te verdedigen. En er is houtkap van 42,7 kilometer, de zogenaamde Palmerasweg, aangelegd zonder ons vooraf te informeren en zonder dat wij hiervoor onze toestemming hebben gegeven, effect dus, zoals vereist door de uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof. Vanaf maart 2023 hoe hoop of het dat je leert die voetbakken. Nou, Palmeiras moet al een passie. Zonder hoe de koop van koude is, maar als je met deze buskot is en met deze hoe die maat toekort is. De aankoop ik je net zoveel de boete hij passie aan. Nou, na zo'n zondag doen, na zo'n talibe als je maat kan kort is. Eind vorig jaar was 376 hectare bos gekapt als volg van commerciële houtkap. Die weg was voor ons het meest ongerepte bos blootgesteld aan willekeurige mijnbouw, houtkap en stroperij. Kabao, ja, die passen aan 376 hectare maat die dekot. Nou, dit moet ik aan mij aan bloot. Maar dit ja, die ik aan mij aan. Maar dit ja, die ik aan mij aan. Nou, umen is zonit, ja, die ik aan mij aan. Daar, umen is gevaarlijk zonit aan passen. Wij vragen nu de nationale en mondiale gemeenschappen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten, inheemse volkeren en bosbehoud om naast ons te staan en de Surinaamse regering te verzoeken de uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor de rechten van mens volledig na te leven. Bij de zondi Amerika land die ik de takta de moest doen. En dat je moest herkennen, de leek. 1. Stop wegwerkzaamheden en alle houtkapactiviteiten langs de Palmerasweg. De moest stop, die de zondi de takta Palmera pas in oude oude. En dat wou de zondi te hakken. Bij de stop, die kot je matu. Plus bij de stop kun je ook een detail doen, no. 2. Voor een goede, vrije, voorafgaande geïnformeerde toestemming uit met de Samaka gemeenschappen. De moesukof van kun je Samaka zijn bij. De moesukof van kun je boenu, bousan, tapasa. Bousan, detail doen, adema toe. Bousan, piki, euke of wake. Implementeer een sociale milieu en effectenstudie van de Palmerasweg en de houtkapconcessies door een onafhankelijke instantie. Punt 3. De moesubutawan sembe u onderzoek hier de zon toe aan de uitschakel. Wan sembe di na de na wan sembe voor plus na wan sembe ode. Wan sembe di tamp neutraal. Na de moesubutai sembe de bea onderzoek aan die iwoko aan die uitschakel. 4. Leg ons landeigendomsrechten juridisch vast, zodat we de autonomie hebben om ons bos duurzaam te beheren en over de juridische middelen kunnen beschikken om ons levensonderhoud en onze cultuur te beschermen tegen toenemende bedreigingen. De letifu musuka pampia, waar juridisch passie. Wij, het Samaka volk, zijn toegewijd aan het ondersteunen van de regering van Suriname om te voldoen aan de internationale verplichtingen om het Amazone-regenwoud in het land te beschermen.
wat cruciaal is om de negatieve effecten van de klimaatveranderingen te bespreken. Uno desa makasembe wa bilanti fanoudu fusa realiser desone aki fusa be hi desone de utahaki se aki pasa awambunu fasi. Tevens blijven wij ons inzetten om met de regering samen te werken aan de administratieve zaken die onze rechten veilig zullen stellen. In het bijzonder met betrekking tot ons traditioneel collectief eigendom van ons land en grondgebied. Udesa repiu, fusa repiu sei, fusa libi, kuma falta libi de futuro fasi fugo do fusa chubi hi de son fude awa bunu fasi. Fusa woko sama be son waka e bunu fasi. Tot slot verzoeken wij u om als regeringsleider dringend en onmiddellijk actie te ondernemen. Wij zijn ervan overtuigd dat indien alle actoren worden betrokken om de wet aan te nemen, deze poging zeer zeker zal welslagen. Hoogachtend de Vereniging van Samaka Gemeenschappen, hoofdkapitein Wanze Eduard. Dank u. Usa butaus usa bem muito godou que fez aqui nota que se galanti bem bem muito bem desse carro desse onde o tahaki se aqui dá o só se não morre lá bem isso não sawa kai faz que me famo sawa ka gata nem puno. Bij deze overhandig ik u de petitie die bestemd is van de staat, voor de staat. Absoluut. Beste mensen, goedemiddag vanuit mijn kant. En ik neem de petitie in ontvangst. Ik zal het begeleiden naar de vicepresident en de president van de Republiek Suriname. Hartelijk worden jullie bedankt voor deze indiening en actie. Laten wij samenwerken om ons land tot een betere situatie te laten verlopen. Het is ons Suriname, laten wij samenwerken. Dank u wel. Deze is nog een papiati. Ik hoop dat ik niet aan Chago, dadi vice-president, pour le président Fusana, Bidesa Hepiu, Kumafa, Untakiati, no Tiengo Dadi. Udan Tangitu, pour un Tiengo Dao Fusa, Chago Dadi. Bopaya Makandi, Fusa Duen, Bikaisana Kodiaki, Utu Abien, no Bo Woko, Makandi, Neliba. Grantani Funo. Zo, de petitie is ingediend bij DC Frans Dingen. Fotomoment. Zo, en met de indiening is deze activiteit afgesloten dan? Ja. No, como la lastimica, taxi.
ook een haxi. Kunilis, ik heb de wazé, papa chama, bosco kukodau, aba, ilokanda kaki. Hoofdkapitein. Hoofdkapitein Wang Ze van de Samen gaat ook iets zeggen. Zo, de hoofdkapitein heeft benadrukt hoe belangrijk het is om hoe deze strijd is. Goed, ik denk dat we dan afsluiten. Ik ga proberen om de DC te spreken te krijgen. Laten we zien wat er nog meer gebeurt. Krijgen de mensen die nog iets op hun hart hebben om zich te laten horen. Laten we kijken wie daar gebruik van maakt. Omer. Ja.
Zo, ik denk dat we dan de livestream gaan afsluiten. Zo, en zo eindigt zowat dit protest voor vrouwenrechten en de aanwezigheid van concessionarissen in de woon- en gebieden van de Samaka. Zo, dat was het voor deze livestream. Helemaal vanuit Atjoni. Vandaag heeft een groep jongeren geprotesteerd. Een groep jongeren van de Samaka. Ze hebben geprotesteerd tegen de aanwezigheid van een houtkapbedrijf in hun woon- en leefgebied. En ze hebben daarnaast ook gevraagd dat het vonnis tegen de regering om de grondrechten van de Samaka te erkennen. Ze hebben nog eens gevraagd om dat eindelijk uit te voeren. Dat zijn de twee main topics van vandaag. Er is zo net een petitie overhandigd aan de DC. En de DC die gaat het, de DC de petitie doorsturen naar de vicepresident en die dan naar de president.